Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, DVS-TV. We gaan vanmiddag de volgende thuiswedstrijd eindelijk, want het, heeft alweer een, het is alweer een poosje geleden dat het gebeurd is. De thuiswedstrijd tegen WHC. Uit was het 4-1. Dat lijkt allemaal heel erg makkelijk dan, hè, zo'n 4-1 overwinning. Maar dat was het denk ik niet helemaal, Jan, hè? Toen kwamen we volgens mij na 2 minuten al tegen 10 man te spelen. En ook heel snel op voorsprong. Maar ik vond met name de eerste helft toen heel matig. De tweede helft konden we het wel rechtbreien. Maar ja, 4-1 was eigenlijk wel een matige afspiegeling. Ik vond dat we heel weinig scherpte voor de goal hadden die wedstrijd. En nou ja, dat kan je nekken. Alleen, ja, hun waren toen niet bij macht om het tijd te keren. En ze spelen tegenwoordig wat anders. En ja, naarmate het eindstreep voordat gaan ploegen zich toch aanpassen en zorgen dat ze niet hoeven te degraderen. En dat doet WHC denk ik ook al een paar weken en dat doen ze goed. Ik schaar het onder een onberekenbare ploeg. Er zitten een paar elementen bij, individuele voetballers, waar je behoorlijk voor moet uitkijken. Ja, het is gewoon heel lastig om je door die organisatie van hun heen te voetballen. En nou hebben wij natuurlijk wel behoorlijk wat creatieve, snelle jongens voorin lopen. En ja, we hopen die ook zoveel mogelijk en zo snel mogelijk aan de bal te krijgen. En aan de hand daarvan proberen tot kansen te komen. Maar ja, we zullen met name op de tegenstoot van die mannen heel erg moeten letten. Er zit toch wat snelheid in. Er zit een goede spirit in die ploeg. Die jongens zijn bereid wat voor elkaar te doen. Dus ja, het zal best lastig worden vanmiddag. Nou, dan hebben we genoeg over de tegenstanders gehad. Hè? Want je noemt elke tegenstander lastig. Dat is een beetje een stopwoordje van je. Maar dat geeft niet hoor. Dat mag. Nee, ik vind dit... tegen zulke ploeg heb je het vaak lastiger als tegen een ACV, tegen een Flevo Boys. Omdat die altijd van eigen kracht uitgaan. En dit zijn ploegen die zich een beetje aanpassen. En het op die manier proberen te bewerkstelligen, ja, dat is voor ons toch wat lastiger. Je krijgt vaak wat minder ruimte en het is wat lastiger om er doorheen te voetballen. Ik vond wel dat jullie er met name dan ook onder andere door de inbreng van John Kamphuis, je collega, je er goed op hebben voorbereid. Hè? Want ja, de B-selectie van DVS fungeerde eigenlijk een beetje als zoals WHC speelt. Ja, nou doen we dat wel vaker zonder dat heel gedetailleerd te doen. Maar dat ze toch weten van dit staat jullie zaterdag te wachten. Dit zijn waarschijnlijk de knelpunten en hier liggen onze krachten. Of onze kansen. Dus ja, nou ja, dat zal vandaag blijken. Maar ja, de tegenstander heeft in ieder geval voor ons geen geheimen. Maar ja, nogmaals, als wij ons eigen spel kunnen spelen, dan denk ik dat wij van iedereen kunnen winnen. Dus ik ga ervan uit, als wij met een goede spirit hier die wedstrijd ingaan, dat we gewoon die wedstrijd moeten kunnen winnen. Heb je ook het gevoel dat de goede spirit bij de boys erin zit? Ja, dat proef je vaak pas kort voor de wedstrijd of met zo'n warming-up. Als je er even tussendoor loopt, dan voel je dat. Dan is het vaak net wat stiller. Dus we hopen dat het vandaag een beetje rustig blijft met de warming up. We hopen dat inderdaad ook met z'n allen. En ik wens je in ieder geval heel veel succes vanmiddag. Oké, we gaan vanmiddag dus kijken naar die klassieker, mag je het rustig stellen. DVS 33 tegen WHC uit Wezep. WHC zal er echt werkelijk alles aan doen. Maar DVS 33 natuurlijk ook, uitgaande van eigen kracht, zou het moeten lukken, denk je. Maar iedereen, heel veel plezier met deze samenvatting van DVS TV. De wedstrijd staat op het punt om te beginnen. Christian van der Kamp staat bij de bal samen met Daniel van Warven om de aftrap te verrichten. En Okan Sojkan brengt de bal bij Maurice de Wedstrijd. Maurice de Ruiter moet ik zeggen. De wedstrijd is inmiddels dus begonnen tussen DVS en WHC. Okan Sojkan
staat klaar. Komt hij. Indraaiende. En hij draait hem er gelijk in. Het is niet te geloven. Oh, Katsoikan. Oh, ja, mooier kan je het niet hebben. Gewoon helemaal geen speler bereiken, maar gelijk maar erin draaien. Nou, hebben we er toch weer een kwaliteit bij DVS. Onvoorstelbaar. Dit is een heerlijk, daar staat natuurlijk ook een heerlijk windje voor. En die bal die draait zomaar bij de tweede paal erin. En zo staat de DVS 33 hier op een 1-0 voorsprong. Dat is een heerlijk beginnetje na pakweg bijna 6 minuten spelen. DVS heeft het daar toch moeilijk hoor, bij tijd en wijlen. Want nogmaals, de kwaliteiten zijn heel erg duidelijk bij WHC. Jonathan van Marlen, handige voetballer. Toenscher, handige voetballer. Jurjan van der Brink, die ook wel het een en ander wil laten zien. En zo moet DVS verdedigen zeker bij de pinken blijven. Komt die bal indraaiend. Zo, dan moet Daan Huiskamp toch even een redding verrichten. Dat doet hij dan ook. Daar staat hij voor en daar kan hij. DVS heel snel eruit. Mooie lopende actie. Prachtige paas van... Oh, wat een heerlijke poging van Daniël van Warven. Maar die bal die zeilt net over de lat. Prachtige paas, Maurice de Ruiter. Hele mooie aanval. DVS. Maar goed ook. Ja, heel even kort. Stand nog steeds 1-0 in het voordeel van DVS. Ik hoorde net ook en zag ook op het scorebord. Draxter Boys 1-0 voor tegen Excelsior 31. Dat is natuurlijk een hele gunstige tussenstand ook. En ja, DVS moet toch behoorlijk de kopje erbij houden. Want ze nu dan komt WHC er redelijk gevaarlijk uit. Maar combinerend blijft DVS de betere ploeg. Stand nog steeds hier 1-0. Nu een kans voor Christian van der Kamp. Ja hoor, hartstikke idee. Mooi paasje van Maurice de Ruiter. Prachtig doelpunt, mooi uitgespeeld. 2-0 hier nu voor DVS. Ja, zo'n kans moet je Christian van der Kamp niet geven. Misverstandje daar ook. Ja, een beetje slecht verdedigd van WHC. 2-0 voor DVS 33. Jeffrey van Amersfoort daar aan de rechterkant. Draait daar om zijn tegenstander heen. Maurice de Ruiter. En paast hem op Van Marlen. Jonathan. Probeerde een steekpaasje op Jurjan van der Brink, maar daar zat DVS goed tussen. Ali Akla, die gaat daar weer het record neerzetten. Sprint, prachtig voorzetje daar. En ja hoor, hapsakkie babsa! Christian van der Kamp. Wat heerlijk uitgespeeld. Christian van der Kamp die daar zo'n neus voor heeft. En Ali Akla die nu ook heerlijke voorzet aflevert met zijn rechtervoetje. Soms komen ze niet aan die voorzetten, maar soms dan, ja, dan legt hij zijn pan klaar neer. En het lijkt erop dat deze wedstrijd tussen DVS en WHC al in een vroegtijdig stadium voor de 30ste minuut is beslist. 27ste minuut, 3-0 voor DVS. Ja, beste mensen, 3-0 inmiddels voor DVS 33 Ermelo. Na een fantastische paas van Ali Akla scoorde Christian van der Kamp nummer 9. Ja, net niet, ze waren er met z'n beiden bij. Dat was toch wel een mogelijkheidje voor 4-0. En dan hoef je eigenlijk helemaal geen zorgen meer te maken. Maar nu weer een mooie combinatie tussen Koert en Ali Akla. En die zet die bal daarvoor. Ja, het verschil in kwaliteit in deze eerste helft is groot te noemen. Tussen DVS 33 en WHC. En dan betrap ik mezelf erop dat ik toch absoluut niet chauvinistisch ben. En dat gewoon heel droog en cool. Zeg. Komt-ie. Die corner. Hupsa! Bijna. Edmund Meijenheer. Bijna leek het erop alsof hij hem erin draait. We hebben een prachtige eerste helft gezien van DVS 33. Die na dat wat gelukkige doelpunt, eerste doelpunt, toch bijzonder op stoom is gekomen. En weer het bekende spelletje speelt. Op een hele goede manier hier. WHC op een schier onoverbrugbare 3-0 achterstand te zetten. Ruststand hier in Ermelo tussen DVS en WHC. 3-0. Werk daar DVS. Hokan Sorka. Kopt die bal in de richting van Maurice de Ruiter. Maar Jeffrey van Amersfoort staat daar ook bij. Edmund Meijenheer. Paast hem subtiel op Roald de Vries. Prachtige bal van Roald de Vries op
Maurice de Ruiter, dat verraadt toch een enorme baltechniek. En oh, ja hoor, is hij erin? Hij is erin, ja hoor. Het is 4-0 hier geworden in samenwerking. Maurice de Ruiter, Christian van der Kamp. En ik denk dat Maurice de Ruiter hem heel graag op zijn konto wil hebben. En hij krijgt hem denk ik ook. Prachtige paas van achteruit van Roald de Vries. Die de bal in één keer zo makkelijk raakt. En direct Maurice de Ruiter in stelling brengt. En DVS 33 hier op een 4-0 voorsprong brengt. Dat is echt genieten. Okan, bal aan de voet. In de middencirkel. Joran van Santen. Paasje binnendoor. Ali Akla. Bal aan de voet. Tikt hem op de mee opgekomen Stefan de Geiter. Stefan. Zet de bal... Paas eigenlijk naar, daar komt hij misschien. Och, wat is dit ongelooflijk mooi uitgespeeld door DVS 33. Maurice de Ruiter in samenwerken met Ali Akla. En Ali Akla brengt hier de stand op 5-0. Nu moet WHC echt heel erg gaan uitkijken dat het niet dubbele cijfers zal gaan worden. Want DVS heeft er zin in. En als DVS er zin in heeft... Nou, dan is het hek behoorlijk van de dam. Ik sta hier met John Kamphuis en Christian van der Kamp. Je mag wel zeggen twee bepalende mensen vanmiddag. Want John Kamphuis, jij hebt deze wedstrijd natuurlijk helemaal mogen voorbereiden van de week. We hebben het er bij Radio Veluwe FM over gehad. En het is gelukt, het trucje. Naast jou staat trouwens Christian van der Kamp. Maar daar kom ik zo meteen over in gesprek. Topscorer van deze wedstrijd tussen twee haken. Maar John, vertel je verhaal. Welk verhaal wil je horen, Piet? Nou, het verhaal van deze week. Hoe je dat hebt beleefd, de voorbereiding op zo'n wedstrijd. Want uiteindelijk heb jij gewoon helemaal het heft in handen gekregen van de hoofdtrainer Jan Veldhuizen. Ja, inderdaad. Kijk, voor de kijkers thuis zal ik even uitleggen wat de bedoeling was. Ik moest van de week een examentraining doen. Dat hebben we dinsdag gedaan. En vandaag was voor mij examen wedstrijdcoachen. Nou, Jan heeft mij daar alle ruimte in gegeven, dus dat is heel prettig. En daar wil ik hem hierbij nog voor bedanken dat hij die ruimte heeft gegeven. En dus die training van afgelopen dinsdag die was dus voorbereidend op deze wedstrijd. En uiteindelijk is dat goed gegaan, hè, zoals je hebt gezien. Dat trucje is aardig gelukt, John, mag je wel zeggen. Christian, tevreden over de voorbereiding op zo'n wedstrijd? Ja, ik denk dat er aardig scherp getraind werd. En ik had wel goed gevoel over vandaag ook. Maar ja, het is altijd afwachten. Die trainingen die zijn niet altijd even leuk. Maar ik denk dat we het gewoon goed ingevuld hebben. En dan zie je dan vandaag een beetje terug. Ja. En dan trainen jullie ook nog op een corner. Ik zie je op een gegeven moment ook nog eventjes stopzetten. En het daar heel veelvuldig over hebben. Inderdaad, stond die hele rij WHC'ers daar. Maar ook Ansoykan, die dacht er anders over. Die plantte hem gewoon regelrecht in het doel. Ja, dus dat kwam ook nog goed uit, Piet. Kijk, we wisten dat hun in de zone zouden verdedigen op de 5-meterlijn. En dan was eigenlijk de afspraak om met 3-4 man op één punt vol in te lopen. Maar ook aan die dag van, ja, bekijken jullie het maar, ik schiet me er lekker zelf in. Ja, prachtige truc. Nou, en daarna kwamen jouw gelukzalige momenten, Christian. Zeg er maar eens wat over. Het eerste doelpunt bijvoorbeeld van jou, de 2-0. Ja, ik stond in het centrum en Maurice die speelt me in. En mijn man die verwacht een kaats. Iedereen trouwens. En toen draaide ik weg. Toen stond ik opeens alleen voor de keeper. En... Dat noem je verrassing, maar daarna maak je hem ook zeer gedecideerd af. Cool blijven, hè? Nee. Ja, dat ging lekker, ja. Oké, dat was 2-0. En toen dacht je al van, jongens, nou zit hij in de knip. En toen kwam daar ook nog een prachtig moment bij van Ali Akla. En dan komt jouw neus voor de kopbal weer naar boven. Ja, die vind ik eigenlijk nog lekkerder. Maar gewoon een goede actie van Ali. En die trekt hem voor. En ik kon voor mijn man komen en binnen koppen. Dat vind ik de lekkerste. En daarna is de wedstrijd in principe eigenlijk gespeeld. En zou je in de tweede helft de stand ook rustig naar 8-0 hebben kunnen trekken, denk ik. Als we echt volle bak vooruit waren blijven spelen en tempo hoog hadden gehouden, had dat er misschien vandaag ingezeten. Maar we kwamen redelijk snel op 4-0.
En ja, toen zakte de wedstrijd een beetje in. En zeker de laatste 20 minuten is het eigenlijk wat dat betreft wel een beetje als een nachtkaars uitgegaan. En hebben we de bal rondgespeeld en WSC die kon ook niet veel meer. En ja, is die 5-0 uiteindelijk een prima uitslag. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, Christian, dat de wedstrijd na 20 minuten in de tweede helft toch gespeeld was. Ja, ik denk het tempo ging iets omlaag en we gingen achterin rondspelen. En ja, misschien als we dus, wat John zegt, vol voor waren gegaan, dan had de uitslag wat hoger had kunnen uitvallen. Maar ik denk tevreden zo. Hartstikke mooi. Jij ook zeer tevreden, John. Het was natuurlijk best een hectisch weekje voor jou. Je moest er bovenop zitten en je moest jezelf heel duidelijk laten zien en gelden. En dat heb je volgens mij heel goed gedaan. Ja, de docent vond dat ook. Dus afgelopen dinsdag ben ik voor geslaagd en vandaag ook, gaf hij me al aan. Dus met de cursus zijn we nu ook zo goed als klaar. Nou, die 8,25, dat cijfer wat je van mij hebt gekregen, dat blijft gewoon staan. En nou nee, ik zou er nog een kwart puntje bij doen, 8,5. Nu na de wedstrijd 5-0, dan vind je dat wel... Ja, het lijkt me heel reëel. In mij ook. Okay. Wat denk jij ervan, Christian, of wil je hem nog hoger cijfer geven? Nee, je zit wel aardig goed. 8,5? Oké, okay. Hey, bedankt. Allemaal een heel goed weekend. Geniet ervan. Dank je. Dames en heren, DVS TV-kijkers. Dit was het interview met John Huiskamp, assistenttrainer hier bij DVS 33. Die het langzaam maar zeker toch steeds meer naar zijn zin gaat krijgen. En datzelfde geldt voor Christian van der Kamp. Die twee keer doeltreffend was deze middag. En zo staat de eindstand 5-0 op het bord. Iedereen gelukkig, maar uw verslaggever natuurlijk het meest. Dames en heren. Leden van de Business Club. Supporters van DVS. Naast mij aan de linkerkant André Blom, de trainer van WHC. Applaus. Rechts van mij, inmiddels redelijk bekend, Jan Veldhuizen. Nou, karig. Hè? Voor een winnende coach. Meestal, André, zit er aan de linkerkant van mij, na een thuiswedstrijd van DVS, een verliezende coach. En nu is het weer zo. André, je had je er iets anders van voorgesteld? Jazeker, want het was natuurlijk een bedroevende vertoning van ons. Toen het zelfs 4-0 werd, ik denk, het moet niet gekker gaan worden. Want dan kan het wel eens een blamage gaan worden. En gelukkig ging DVS wat minder gas geven. En toen bleef bij 5-0 en nog beschamend overigens. Dus ik had me inderdaad wel iets anders aan voorgesteld. Ja. Jan, je hebt de voorbereiding van deze wedstrijd overgelaten aan John Kamphuis in verband met zijn examen, oefenmeester 1. En nou, dat trucje dat is aardig gelukt. Dat heb je goed bekeken. Ja, dat is een topper. Ja. Ja, nee, het was noodzakelijk voor de cursus. En ik heb vandaag geprobeerd 90 minuten te blijven zitten en dat is best goed gegaan. Dus nee, prima. Ja, hartstikke goed. Want hij deed een beetje het spelletje, één ploeg moest het spelletje van WHC nadoen. Ja, ik was er toevallig bij dinsdagavond en toen zag ik al een vette overwinning. En het komt vanmiddag precies uit. Ja, het is ongelooflijk. Nou ja, wij hadden vanmiddag eigenlijk wat meer tegenstand verwacht. Want kijk, ze hadden twee goede wedstrijden achter de rug. En, dus we dachten dat we onze borst nat konden maken. We werden ergens samen geholpen door die hoekschop. En vervolgens konden we vrij makkelijk uitlopen naar de 3-0 en kort naar rust de 4-0. Ja. En dan is het gelopen en dan probeer je er nog wel wat zwoeng in te krijgen. Maar dat valt in de praktijk niet mee. Maar ja, nogmaals, 5-0 is een prima uitslag. Jan had het over in het zadel helpen en dat was natuurlijk in principe ook gewoon zo. Toen brak er wel wat bij jullie, André, want je hele plannetje viel in duigen, denk ik. Nou ja, mijn collega die geeft het al mooi aan. Ons plan was om te zorgen dat we in de wedstrijd bleven. En hoe langer het 0-0 blijft, hoe lastig het voor DVS wordt. Hoe zenuwachtig of in elk geval hoe vervelend ze dat vinden. En dan kun je in de wedstrijd komen, kun je in de wedstrijd groeien. En dan kan het nog wel eens een leuke wedstrijd worden. Maar ja, dan is het niet het plan om een corner in één keer in te laten gaan. Dan is het niet het plan om een bal die bij de 16 gewoon ingespeeld wordt en een vrije doorgang krijgen en hem zo inschieten. En dan wordt het ook nog 3-0. En dan is het na rust, heb ik ook gezegd, van zorg ervoor dat je geen kaarten krijgt. Maar ga wel een beetje waardig de tweede helft in. Nou, toen kregen we een paar beste kansen, ook voor de goal die er niet in gingen. En in plaats van 3-1 werd het 4-0. Ja, dan is de waardigheid minimaal. Ja.
Heb je nou als coach van zo'n tegenstander van DVS ook nog de tijd om een beetje te genieten van het spel van DVS of niet? Ja, nou ja, je wil graag van me horen dat ik hier kom om te genieten van DVS. Nou, nee hoor, maar dat meen ik gewoon echt. Want je zit als coach natuurlijk naar je eigen team te kijken, maar ik kan me voorstellen dat je dan ook denkt van, nou ja. Ja, nee, maar ik ben het wel met je eens. En het is ook mooi om te zien dat DVS een ploeg heeft die een idee heeft, die voetballend speelt. Maar ook spelers die weggaan en in de bal komen, dat is wisselend. Het is ook niet één tactiek die ze hebben. Ze kunnen verschillende manieren openingen forceren. Ja, daar ben je wel jaloers op. Dat ben ik wel met je eens. Ja, dat bedoelde ik dus precies. Bedankt, André. Hartstikke goed. Jan, volgende week. Uitwedstrijd. Ja, heb ik gehoord, ja. Ja, nou ja, ACV geloof ik. Ik heb zelf het idee dat ze het een beetje laten lopen al een tijdje. En ik denk dat we tegen ACV wel goede kans hebben om die wedstrijd te winnen. Het is een ploeg waar best wel wat voetbal in zit. Maar ik heb toch het idee dat ze al met de na-competitie bezig zijn. En dat doen ze hartstikke goed. Maar ja, nogmaals, wij horen van ACV te kunnen winnen. En we hebben vandaag geen averij opgelopen. We hebben de volgende week waarschijnlijk weer wat jongens bij. Dus we kunnen weer gaan kiezen. Oké, André, volgende week? Staphorst. Nou, dat is voor ons ook een interessante wedstrijd. En wij zijn ook met na-competities bezig, maar op een iets andere manier. Oké, maar ik wens je er in ieder geval wel heel veel succes mee. En bedankt dat je hier wilde verschijnen. Graag gedaan. Oké, Jan, jij ook. Bedankt. Bedankt voor de aandacht.